En zo trokken we ook op vrijdag naar Voedseltopsport Antwerpen dat rechtstreeks concurrent My Cars Charleroi mocht ontvangen. Deze laatste speelde nog snel een midweekwedstrijd tegen IJs de Dorp en kon zo al zijn geschorsten voor die wedstrijd wel opstellen tegen dit Antwerpen. Het verloor echter van IJs de met maar liefst 3-7, zodat de druk bij Charleroi toch wel wat hoger was dan bij FT Antwerpen dat zelf met 10-3 won van Moes Kroen. Het is Antwerpen spelend in het wit dat we dicteert in het rooi te Bergen, waar het man in vorm Idrissi is die na 4 minuten met een punter de thuisploeg op 1-0 zet. Nog in dezelfde minuut is de thuisploeg daar opnieuw. De assist is van Zaaf, de omgoal komt er via Perez. Het is zwoegen en zweten voor Charleroi, maar ze maken wel de aansluiting via Santos. We spelen dan 14 minuten. Voor rust gebeurt er dan nog weinig, al willen we u uiteraard de pannen van Moussaoui op Jawel Karakilic niet onthouden. Rusten gaan we met een 2-1. Dat beide teams strijden voor een plek in de play-offs is in de tweede periode niet zo zichtbaar meer. Want het zijn de Antwerpenaren die nu Charleroi bij de keel nemen. En zo komt het op 3-1 via Ed Dalaki. We spelen dan 27 minuten. 9 minuten later is het moment van captain Ahmed Sbabti aangebroken met een schitterende passeerbeweging en een waanzinnig mooie goal. Hij zet de thuisploeg op 4-1. Ook Ibi speelt een sterke wedstrijd en zet de thuisploeg 3 minuten voor tijd op 5-1. Wil je mooie goals zien in het voedsel, dan kan je maar beter een kijkje gaan nemen in het rooi. Want wanneer Goli Idrissi een minuut voor tijd het schot onschadelijk maakt, scoort hij zelf de 6-1. En zo haalt FT Antwerpen op amper 3 dagen tijd een 6-6, wat hen terugbrengt op plek 2 in het algemeen klassement. Daar Full Hasselt niet verder kwam dan een 6-6. Zeker niet verkeerd. Zeker na 5 weken toch geen wedstrijd meer gespeeld te hebben. Wel getraind, een beetje vakantie gehad. Dus ik denk dat we 6-6 hebben gehaald. Deze 2 wedstrijden. Dat was ook de verwachting. Dat was ook hetgeen dat we eigenlijk gevraagd hadden aan de jongens. 6-6. Dan staan we op die tweede plaats. En dan kunnen we zo nu even die Interlands laten spelen. En dan toch 2 cruciale wedstrijden. Enerzijds de wedstrijd hier thuis op 14-2 tegen Hasselt. En dan 2 dagen later op Hasselt voor de competitie. Die kunnen wel een beetje beslissend zijn voor die ereplaatsen voor de play-offs. Ik denk dat we heel de match gedomineerd hebben. Heel die wedstrijd in handen. En 6-1 gewonnen, het hadden er nog meer kunnen zijn. Ik denk dat er over de overwinning niks valt te zeggen. Een dik verdiende overwinning en een dikke pluim aan mijn groep. We hebben vandaag opnieuw een mooie overwinning geboekt. 6-6 in 2 moeilijkere matchen, denk ik. Zeker na die eerste verliespartij in Moes Kroen. We hebben dat nu thuis recht gezet met mooie cijfers. En vandaag een verdiende overwinning tegen MyCars. Dus 6-6 deze week. Nu zijn we 2 weekjes tussenuit. En nadien komen we terug om verder te zetten richting die tweede, derde plaats. Ik denk dat we vandaag het zakelijk hebben gehouden. Proberen de kans af te werken wanneer we het kregen. Ik denk als we alles hadden afgewerkt vandaag, zou het meer als 6-1 zijn. Maar het is niet gebeurd. Maar 3 punten zijn binnen, dat is het belangrijkste. Woensdag tegen Moes Kroen gespeeld, 10 goals. Vanavond 6, dat zijn 16 goals. En dan 6-6. Voilà, we scoren wel zoals vanouds. Waarbij iedereen zijn doelpuntje meepakt. Woensdag nog een klein beetje stroef, maar dat was normaal. 5 weken geen officiële wedstrijd gespeeld, alleen maar getraind. En dan zag je dat de motor een beetje gerodeerd moest worden. En vandaag hebben we 30 minuten heel vlot gezalvoetbald. Zijn we van begin tot het einde dominant geweest. Alleen denk ik, die laatste 10 minuten van de eerste helft hebben wij hen terug in de wedstrijd gebracht door soms onnodig balverlies, het te moeilijk willen doen. De jongens hebben eigenlijk geen enkele kans gecreëerd. Wij hebben hen de kansen aangeboden. Maar goed, ze scoren maar 1 keer. Wij hebben eigenlijk vandaag denk nog zeker 4-5 goals kunnen maken. Maar goed, 6-1.
een statement gemaakt tegen een rechtstreekse concurrent. Dit doet deugd, dit geeft vertrouwen voor de toekomst.